Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O Rio! Ah! Oh, jij helpt mee? Ja, ik help wel mee natuurlijk. Nee. En die gordijntjes, waarom hangen die er? Ja, dat is gewoon voor de leuk. Ik zie nog geen foto van jou ofzo. Nee, erg hè? Het is ontspannend en je zijn een keer een dag van u vrouw verlost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Het is vandaag zaterdag 16 september en ik ben uitgenodigd bij het Holland Truck Event. Wat dat is, dat zie je zo meteen. En ik ga ook nog vrachtwagen trekken. Rudo! En ik sta hier naast Dennis. Dennis, jij weet alles van het Holland Truck Event, hè? Ja, alles is natuurlijk een hoop, maar ik denk dat ik heel veel weet, ja dat klopt. We staan hier op het Wandveld in Noordwijk. Nou, ik ken dit als hele grote parkeerplaats voor als ik naar het strand wil. Maar vandaag is dit omgetoverd tot groot truck-evenement. Wat is dit voor evenement? Nou, het is een mooi evenement in het eigenlijk een beetje centraal, hè, in het midden van de Bollenstreek, waar we veel transportgerelateerde bedrijven bij elkaar hebben gebracht. En het doel is eigenlijk vandaag om enerzijds de bestaande chauffeurs zeg maar letterlijk in het zonnetje te zetten. Nou, dat lukt. Met zo'n dag als vandaag lukt dat perfect. En anderzijds mensen te enthousiasmeren voor deze hele mooie branche. Dus wil je chauffeur worden of heb je interesse of in deze branche, dan moet je hier terecht. En dat werkt ook echt. Precies dat. We hebben vorig jaar de eerste editie gehad. En toen waren er al behoorlijke getallen per bedrijf, zeg maar, die een leuk gesprek hebben gehad. Mensen die nog een vervolggesprek hebben gehad op de bedrijven zelf, zeg maar. En dat hopen we eigenlijk dit jaar in een veelvoud ook te krijgen. Zoals je ziet is het lekker druk. En wat mij betreft al boven verwachting. Ik vind het een heel mooie opstelling met alle bedrijven. Ik heb op dat gebied heb ik echt wel goede hoop, ja. En wat is jouw link dan met trucks en zo? Nou, ik kom zelf uit een familie. Wij leveren bloemen en planten in Duitsland. Dus wij hebben RVE. Daar ben ik onderdeel van. Dus dat is eigenlijk het hele vrachtwagenverhaal is met de paplepel in die zin ingegoten. Ik heb mijn groot rijbewijs. Ik rij zelf niet, alleen om de kerk zo gezegd. En mijn link zeg maar, met Holland Truck Event. Ik ben voorzitter van de stichting Holland Truck Event. En eigenlijk vanuit het met de ene pet van RVA op. Van er is een behoefte aan nieuw personeel. En anderzijds het kloppend hart hè, hier in de Randstad zeg maar, voor wat betreft transport. Die wilden we echt in het zonnetje zetten zoals ik net al zei. Hey, en wat moet ik echt zien vandaag? Ik zag al de modelbouwvereniging. Waar moet ik echt heen? Nou, je hebt enerzijds de hele mooie stands. Hiernaast staat een hele mooie stand van Wesseling. We hebben nog een indoor bioscoop bij RVA. We hebben verderop aan die kant hebben we de VR-games. Dan kan je met een VR-bril kan je lopen alsof je op 150 meter hoogte staat. En je kan automonteur zijn met een VR-bril op. We hebben een truck trekken. We hebben daar verderop hebben we een race simulator. Kan ik ook truck trekken? Jij zeker, want als ik jou zie, dan denk ik van ja, daar zit wel een beetje power in. Dat gaan we wel even doen natuurlijk. Daar zit wel een beetje power in natuurlijk, Rudo. Dus, dus dat zijn zomaar een paar dingen. En daarnaast hebben we natuurlijk de foodtrucks. Gehaktballen Harry, een hele bekende, goede gehaktbal oprecht. Café racen met lekkere bakje koffie, poffertjes. Nou, er is een mooi kinderplein met een springkussen, smink, kleurplatenactie, oud-Hollandse spelletjes. Nou ja, noem maar ik maar op. Van alles doen. Ik ga het allemaal ontdekken, dankjewel. Leuk. Ik ga truck trekken. Rio! Ja, en wat moet ik nou precies doen om te truck trekken? Dat is de grote vraag. Truck trekken, hè? Nou, dan moet je aan touw trekken om die vrachtwagen vooruit te krijgen. Ja, maar is het echt zo simpel? Ja, het is toch hartstikke simpel. Het is er gewoon aan een touw trekken, hè? Heel sterk, zo zien. Nou, ik heb wel een beetje vertrouwen, maar ik ben bang dat vertrouwen dan ook wel weer gelijk wegzakt. Zelfvertrouwen naar beneden zakt. Nou, ik zie dat altijd op televisie en dan zie ik hele sterke mannen die zie ik aan die dingen trekken en doen. Ja, maar dit truck trekken, dat is van Wesseling. Ja. En jullie werken er allemaal. Ja. Want waarom staan jullie hier vandaag? Nou, wij zijn eigenlijk op zoek naar mensen voor een logistieke sector natuurlijk. Maar ook gewoon om eigenlijk onze sector te promoten, om te steunen. Want zijn jullie dan allemaal chauffeurs ook zelf? Of? Ik ben zelf chauffeur, ja. En wat doe jij? Ik ben ook chauffeur. Ik werk op de HR-afdeling. Ik had het nou wel heel stoer gevonden als jij had gezegd, ja, ik ben ook chauffeur. Nee, ja, moet ik liegen. Zoeken jullie veel vrouwelijke collega's ook, zeg maar, in het chauffeurswereldje? Ja, man of vrouw maakt toch niet uit.
Nee, zeker niet, maar het zou misschien jou wel leuk zijn. Het blijft toch nog steeds wel een beetje een mannenwereld? Ja, maar je kent toch altijd als vrouw zijn ook in die wereld stappen, hè? Dat maakt toch niet uit? Hier, daar zitten ze allemaal. Trek jij ze nou eens van die bank af en leg ze nou eens uit wat er zo leuk is aan jou. Aan jouw werk. Even zonnebril af, dat we je ogen kunnen zien. Kijk, daar sta je dan. Kijk. Ja. Staat hij ook op? Kijk nou eens, joh. Kijk nou eens. Is de mooi boy van Wesseling. Nou, kijk nou eens met die blik in die camera en roep al die vrouwen die nu met een zak chips op de bank zitten. Waarom ze jouw collega moeten worden. Mijn collega nog wel. Nou, ik zou zeggen, kom bij ons werken. En misschien word je dan mijn collega. Oké. Okay. Gaan we dan nu een potje truc trekken? Ja, voor mij mag. Wil je hem even uitleggen? Hoe werkt het? Jij moet aan de touw gaan staan. Ja? En gaat er dan iemand in zitten ook? En dan gaat een van mijn collega's erin zitten. Die start even de motor. Oh, de motor wordt wel gestart? Ja, want stel je voor dat jij zo hard kan trekken. En dat hij helemaal naar voren rolt. En dan reken er maar niet aan. Dat, nee, dat willen we niet. Voorloven. En hoe moet ik gaan staan? En wat? Krijg ik nog wel een beetje uitleg? Ja, oké, ja, top. Ja. Okay. Nou, die microfoon die mag je wel inleveren. Ja, als jij dan de microfoon... Ik ga even interviewen dan. Even commentaar. Ja, ik ga eens commentaar geven. Pak de touw vast. Ja, ook gewoon zo. Het is net als touwtrekken. Ja, woe, kom op. Nog meer gewicht. Oh, jij helpt mee. Ja, ik help wel mee natuurlijk. Nee. Ja, daar komt hij. Ja, daar gaat hij. Ja, dit is heel knap hoor, heel knap. Rio! Nou, dan lopen we ondertussen even naar de modelbouwvereniging uit Wassenaar. Wie is de woordvoerder bij jullie? Taat, even kijken. Oh, er is echt een woordvoerder. Ja, er is wel een woordvoerder, zeker. Even op zoek naar de woordvoerder. Leon, de woordvoerder. Iedereen is op zoek naar de woordvoerder. Heet die Leon? Leon! Ja, en in de tussentijd ben ik in een vrachtwagen geklommen. Wie ben jij? Quincy van Egmond. En dit is jouw wagen? Niet van mij, van mijn baas. Oké, maar jij rijdt altijd wel in deze, zeg maar. Klopt. En wat vervoer jij dan? Bloemen. Oké, waar rij jij allemaal heen? Rond Brabant. Maar jij rijdt wel altijd binnenland? Ja, altijd binnenland. Dan hoef jij dus niet te overnachten in je vrachtwagen, toch? Ik ben elke dag thuis. Maar dit is jouw bed? Ja. Tenminste, dit hoort een bed te zijn. Ja, dat is voor de sier. Maar kan je nou eens uitleggen, want ik kijk wel eens naar ook van die televisieprogramma's die dan over chauffeurs gaan en zo, maar nu zit ik er voor het eerst van mijn leven echt zelf in. Ja. Dit is jouw cockpit. Wat zien we hier allemaal? Want het zijn zoveel knoppen. Hier zie je het stuur, hier ook met mijn telefoon verbinden, navigatie, muziek. Je kijkt de lichten mee bedienen, airco, standkachel. Je kijkt hem opladen, hier een oplader, lichten, toeters. Maar heb je ook vroeger had je een bakkie aan boord, toch? Dat is vroeger. Dat is er nu niet meer. En die gordijntjes, waarom hangen die er? Ja, dat is gewoon voor de leuk. Okay, maar ik zie nog geen foto van jou of zo. Nee, erg hè. Hoort dat niet als chauffeur dat je dan nog even een foto van je schatje aan boord hebt? Nou, zijn baas rijdt er voornamelijk in, dus in principe... Er hoeft er geen foto van jou bij. Nee. Hey, wat is er nou zo leuk aan dit werk voor jou? Contact met klanten en dat ik gewoon lekker elke dag thuis ben. Maar is het ook niet een onwijs machtig gevoel als je zo hoog op de weg zit, dat je overal overheen kijkt, dat je zo'n groot ding bestuurt? Ik rijd liever hierin dan in een auto. Ja? En waarom? Overzichtelijker, comfortabel. En wanneer wist je dat je dit ging doen? Voor een kleinste baan. En welke opleiding heb je ervoor gedaan? Groothandel en logistiek. Rio! Welke is nou van jou? Deze voorlopig. En welke is dat dan? Die Liber. Ja, ik zie hem even niet hoor. Ja, de Liber, die duwer. Oh, die nu naar de grond aan het rijden is. Ja, klopt. En jij bent dan van de modelbouwvereniging Wassenaar? Ja, ik kom uit België. Ik hoorde geen Belgisch of geen Wassenaars accent. Nee, dat is geen Wassenaars accent. Nee, ik ben hier al 17 jaar.
Hey, nou staan jullie hier op een plein, dat is wel gaaf, want iedereen kan nu zien wat jullie doen. Ja. Maar wat doen jullie normaal met de bedelfbouwvereniging? Dan zetten jullie iedere week dit parcours uit? Of? Nee, we hebben geen vast parcours meer. Ik weet niet juist waar dat nu het clublokaal is, want vanuit België is het moeilijk om altijd naar de club te komen. Maar de mensen uit Nederland, ik denk niet dat we nog een vast parcours hebben. Hey, maar heb jij dit nou ook allemaal zelf in elkaar gezet, dan jouw wagen? Of? Niet allemaal. Dat is een bouwpakket. Dat is deels bouwpakket. Die grote daar, die is zelf gebouwd. Met de hand 7 jaar. En de meeste zijn bouwpakketten. Die worden in elkaar gestoken. Of je kan het ook kant en klaar kopen. En wat is er nou zo leuk aan om dit te doen? Het is ontspannend en je bent een keer een dag van uw vrouw verlost. Nou, dat is toch dat is overheen. Meneer, ze hebben nog plek. Ja, nee, niet voor mij. Nee, u heeft een leuke vrouw, begrijp ik. Rio! Nou, ik denk ik ben in Noordwijk, maar... Nee, we zijn in Noordwijk, ja. Maar kom, hoe is het? Gewoon even een stukje Oegscheest naar Noordwijk gaan. Ja, tuurlijk. Een beetje aan het strand. Altijd leuk hier ook. Ja, en dit is jouw tweede keer bij het Holland Truck Event. Ja. Vorig jaar zei je net tegen mij, vorig jaar was het wel echt kleiner. Ja, vorig jaar was het iets kleiner opgezet. Daar hadden ze ook minder reclame voor gemaakt. Nu hebben ze veel meer reclame voor gemaakt. Veel leukere dingen. Een horecaplein, een zangertje en... Gezelligheid ten top hier, lekker weer. En jij staat hier lekker patat te verkopen en te doen, maar dit is je originele wagen, toch? Ja. Dus je staat nu niet in Oegscheest? Nee, ik sta vandaag niet in Oegscheest, eenmalig. Dat doe ik eigenlijk heel weinig. Maar vorig jaar was het zo goed bevallen, dat je een keertje moet kunnen. Dit is de laatste keer dit jaar, dus nu sta ik gewoon weer fulltime te werken in Oegscheest. Dus, en zou dit nou, stel nou dat je geen snackbar had gehad, had die transportwereld dan wat voor jou geweest of niet? Nou, de hele dag in een vrachtwagen zit is niks. Ik ben geen goede chauffeur, dat hebben we vanmorgen al gezien met neerzetten. Dus zonder er, kom ik aanrijden om 9:30, dan staan er 20 van die beroepschauffeurs te kijken met de handen over elkaar hoe ik aan het rijden. Ja, hoe jij dat doet. Ja, ik zeg opmerkingen zelf erin zetten. Dus dat was wel leuk, joh. Dus het is, de transportsector is heel leuk. En het is heel goed dat ze dit ook onder de aandacht brengen. Het is een heel goed platform. Er zijn een paar grote bedrijven die dit gewoon mogelijk gemaakt hebben. En het is gewoon heel goed. En er is heel veel enthousiasme, zie ik. Heel veel interesse ook voor jou. En hoe gaat het met jou? Je bent een tijd geleden bij mij nog in de studio geweest. We hebben het over het evenementenbeleid gehad van Oegscheest en zo. Ben jij nog met leuke dingen bezig? Ik zit wel in de Sinterklaasoptocht in het comité van de gemeente Oegscheest. Komt Sinterklaas naar jullie? Ik dacht 25 november. Ja, dan kunnen we die alvast in de agenda zetten. Ja. 25 november. Ja. Ik weet dat Leidendorp en Leiden worden 18 november. En dan kunnen we een week later met z'n allen naar Oegscheest. Welkom. En dus dat is voor dit jaar dan de Sinterklaasintocht. En dan gaan we begin volgend jaar gaan weer met paaseieren verstoppen voor Haaswijk. Voor Oegscheest. Dat doen we in Haaswijk weer. Ook door Snackbar het Haasje gesponsord en geïnitieerd. En dan heb je de poddenkons weer. En hoe dat gaat lopen, in wat voor vorm, dat is nog een beetje afwachten. En dat is een beetje... Waar ligt dat aan dan? De vergunningen? Of? Ja, vergunningbeleid en een beetje... Of het een beetje loopt zoals wij willen. Maar het blijft wel doorgaan, zeg. De poddenkons gaat sowieso door, 100%. En het feest is een beetje afhankelijk van de externe factoren met de gemeente, onder andere. Ga je niet te lang storen, want jij moet je vrouw gaan helpen, volgens mij. Ja, ik moet even helpen. Dus, Hey, succes. Dankjewel, succes ook. Dankjewel. Rio! Nou, er was even een zoektocht, dat hoorde je eerder al in de uitzending. We waren op zoek naar Leon, maar we hebben hem gevonden. Ja. Je bent niet alleen, want wie heb je bij je dan? Paul en nog 18 leden die... Ja, ik heb net met het Belgische lid al even kort gesproken. Daar hebben we Geert getroffen. Ja. Nou. Hey, maar de modelbouwvereniging Wassenaar komt eigenlijk ook door de hele regio. Wat zijn jullie nou eigenlijk voor vereniging? Nou, van origine zijn we begonnen met botenmodelbouw. Treinenmodelbouw hebben we ook nog in ons assortiment gehad. Op een gegeven moment zijn de vrachtwagens in opkomst gekomen en zijn we twee demo's gaan doen, dus varen en rijden. Maar ik vroeg net ook al daar in die hoek, bouwen jullie nou heel veel ook echt zelf en doen jullie dan met elkaar? Wat is nou het leuke van wat jullie doen? Nou, de meeste zijn allemaal toch bouwpakketten. En heel veel mensen die bouwen toch het meeste thuis. En we hebben ooit een paar jaar terug hebben we natuurlijk wel een vaste clubruimte gehad. Maar door de corona is dat, hebben we toch besloten als bestuur van dat ging toch wel aardig in de centen lopen de huur. Dus toen hebben we gezocht naar een alternatief. Dat hebben we ook gevonden in Wassenaar. Maar dat huren we dan per avond. Alleen het nadeel is, het is dan niet voor jezelf. Je kan dan je spullen niet laten staan. Hey, zoeken jullie nog leden eigenlijk? Altijd. Ja. En stel ik word lid bij jullie, ga ik dan wekelijks komen of wat is dan een beetje de agenda?
Ja, in principe proberen we altijd minimaal één keer per maand wat te organiseren. Alleen ja, dat is ook natuurlijk ja, lastig met de evenementen waar we in contact mee zijn. Toevallig nu hebben we er 3 achter elkaar elke week staan. Maar we proberen in ieder geval 12 keer per jaar iets te hebben. En zo niet hebben we ook nog wel wat locaties bij de eigen bazen dat we ook nog wat kunnen organiseren. Maar je bent natuurlijk ook wel afhankelijk van evenementen. En dat hebben we inderdaad, nou ja, wat Paul aangeeft, in corona gemerkt. Ja, toen viel het best wel een hoop stil. En we zijn nu gelukkig weer op de goede weg terug. Wat ik zeg, de laatste 3 weekenden zijn we geboekt geweest. En dat is natuurlijk leuk. Want ja, dat brengt ook de leden bij elkaar. Wat ook weer aanwendt. Nou, we kunnen ook als bestuur wel best wel terugkijken op een heel mooi jaar. Met veel demo's. Dus dat, Brengt dit nou een beetje het jongetje in je los? Het? Het jongetje? Ja, 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 tuurlijk. Grote mannen, er zit altijd wat kinds in. Dat is altijd een jongensdroom. Rio! En hier is een prijsvraag, zag ik. Ja, dat klopt. Wat gaan we raden? Ja, ze vindt het een beetje eng, dus je moet even helpen. Wat is dat al? Sorry. Ja, wat is zeg maar de prijsvraag? Die hangt hier. Ja, vraag hoeveel schakels heeft de 4-sprong? Die hangt in de kraanauto. Dus dat is dit. Ja, klopt helemaal. Waar moeten we dan naar kijken? Kijk, als je hier omhoog kijkt, daar hangt een ketting aan, zie je? Bovenin. Nou, hoeveel schakels zitten er op 1 zo'n streng? En dan maal 4. En jij weet het antwoord? Nee. Jawel, hè? Ja. Hey, ik ga niet zeggen natuurlijk, nee, dat snap ik. Allemaal prijswinnaars. Nee, jij bent van TKW Transport Keizer. Ja, waarom zijn jullie hier vandaag? Nou, het is een banenmarkt en we staan hier om te kijken of chauffeurs aan kunnen trekken. Is dat hard nodig? Hard nodig niet, maar het is altijd goed en welkom om eentje erbij te hebben of 2. En maar nu staan er heel veel collega-ondernemers ook van jullie. Waarom zouden ze dan voor jullie moeten kiezen? Ze moeten voor ons kiezen omdat wij heel veelzijdig werk hebben. Bij ons kan je elke avond thuis zijn. En dat bedoel ik niet s'avonds, maar gewoon op tijd om 4-5 uur 's middags. Dat je nog s'avonds lekker met je gezin kan zijn of lekker wil sporten. Ja, dus je hoeft niet te overnachten. Je bent gewoon altijd, je weet, ik ga 's ochtends weg. Ja, s'ochtends weg, s'avonds thuis. Maar je kan bij ons ook kiezen om de hele week weg te zijn. We hebben allerlei soorten werk. Wat we net hoorden, als je je vrouw zat bent, dan moet je dat kiezen. Dan moet je ook bij ons komen, dan ga je lekker naar Duitsland de hele week weg en dan ben je vrijdag weer thuis. En wat doe jij zelf dan binnen het bedrijf? Ik ben Manus van alles, ik ben de eigenaar, dus ik doe spring bij waar het moet. En, maar rij jij zelf ook nog dan? Ik rij, ik sleutel, ik plan. We zijn niet zo'n heel groot bedrijf, we hebben maar 25 auto's. Dus, En heb je al mensen aangenomen dan die hier zijn geweest? Nou, ik neem hier niemand aan, want daar is het wel voor, maar ik doe eerst een gesprekje. Dan vullen ze een blaadje in en dan gaan we gewoon samen later een keer normaal zitten. Want hier is het een beetje hectiek natuurlijk om je heen om iemand aan te nemen. Ja, en nou, mochten er nou mensen thuis zitten te kijken en die zouden meer informatie over jouw bedrijf willen, waar kunnen ze dan kijken? Ze kijken op www.tkw.nl en dan zie je heel veel. En als je meer wil weten, dan moet je gewoon even bellen. Want wij zijn nog steeds van beller is sneller. Dan weet je wat. Nou, ik wens je ervan weer. Het is een mooie dag. Veel succes nog. Ja, dankjewel. En ik denk 364, maar ik doe niet mee. Nee, dat is echt te weinig. Rio! Hey, kijk eens. Ik heb gewoon een truck getrokken. Dat was hem weer, deze aflevering van Rudo. Volgende week woensdag even na 7 uur weer bij je op televisie en online bij Unity.nu. Dan bij de reunie van het Stedelijk Gymnasium, want die bestaat 700 jaar. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.